we zijn met Benny Dillen, samen met Sander. Ja, op dit moment beste Nederlander. In de nachtproef vierde tijd. Ja, jullie rijden met een HZJ 73. Ja, dat klopt. Maar wel een goed geprepareerde auto volgens mij. Ja, dat klopt. Die is serieus geprepareerd. Benny, de chauffeur, die heeft hem zelf gebouwd met een vriend van hem. Ja, andere motor, andere vering. Ja, het gaat goed, het gaat lekker, hij rijdt super, dus we zijn heel tevreden. Ja, ik wil zeggen, want er is best wat concurrentie, ook vanuit Nederland, maar jullie doen het hartstikke mooi. Ja, ja, het is voor mij de eerste keer navigeren, dus het is heel moeilijk, maar gewoon rustig blijven, goed kijken, goed samen overleggen en gewoon zoeken en we komen er iedere keer, dus ja, het is super. Eén proef te gaan, ja. En vanochtend zijn allerlei mensen zijn aan het zoeken. Ja, ja, wij ook. We hadden geen kompas bij. We hadden de eerste dag ook geen snelheidsmeter, daar hebben we ook niet aan gedacht. Dus we hebben de eerste dag straftijd gereden daardoor. We hadden geen kompas, dus we hebben dan een kompas op de telefoon. En ja, we hebben een beetje moeten gokken, een paar keer moeten zoeken, maar het is wel gelukt. Een beetje improviseren? Ja, ja, maar het is wel, werd wel gehaald. Ja. Nou ja, goed, nu is zaak om die laatste proef goed af te werken. En dan kan je met een mooi resultaat naar huis. Ja, daar zijn we heel blij mee. We zijn heel trots op hoe het gaat. We zijn heel blij. Heel veel succes. Dankjewel. Hilco, Presto 500 zit erop. En die laatste special, toch wel redelijk kunnen rijden volgens mij. Maar wel heel veel stof, hè? Ja, het rijden ging goed. Het navigeren was pittig. Zeker voor iemand die het niet zo vaak doet. Maar hij heeft heel goed zijn best gedaan. Erik Ras, hartstikke bedankt. Ja, heel veel stof happen. Het is natuurlijk erg droog. En ja, je rijdt toch allemaal in het zand en de modder en dat stuift op. Dus we hebben aardig wat stof tot ons kunnen nemen. Goed, het is wel duidelijk. Je moet hier echt goed voorbereid aan de start komen qua navigatie. Want het is erg moeilijk, hè? Ja, als je een beginner bent, moet je hier niet gaan rijden. En als je goed kunt navigeren, moet je voorbereiden. En ben je heel goed, dan kun je zo instappen. Zo is het inderdaad. Ja. We hebben eigenlijk best wel heel lekker gereden. We hebben vannacht, hè, dus gisteravond, eigenlijk ja, heel veel moeite gehad om de juiste trek te vinden. We hebben 37 minuten verloren, dus dat is echt wel echt een hele grote bottleneck geweest voor het weekend. En dat was de dooddoener voor je klassement? Ja, nou kom je dus achterop. Dus we hebben heel veel in het stof gereden en dan is het zoeken gewoon vreselijk moeilijk. Het navigeren is heel moeilijk, sommige situaties kloppen ook gewoon echt niet. Ja, Marcel heeft gedaan wat hij kon doen, maar sommige punten hebben we al 4, 5, 6 keer weer terug moeten rijden. Het was verschrikkelijk. Marcel, jij zei al van ja, op sommige momenten had het eigenlijk weinig met navigeren te maken. Ja, dat was meer geluk hebben. Kijk, we zeggen wel eens als 20% van de deelnemers het verkeerd doen, oké, dat kan, hè, beginnersfoutjes. Maar als 10% het maar goed doet, dan is het misschien beginnersgeluk. Is dat frustrerend? Ja, dat is behoorlijk frustrerend, ja. Ik heb me eigenlijk wel zo ontiegelijk dom gevoeld in die auto. Van, waarom snap ik het nou niet? Hoe kan dat nou? En noem maar op. Dus nee, dat was niet echt leuk. Terugrijden, opnieuw proberen te vinden, weer terugrijden. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, plaatjes op zijn kop houden, misschien hebben ze iets verkeerd afgedrukt of zo. We hebben alles geprobeerd, maar we kwamen er niet uit.